algemeen, wanneer een man een zaak heeft opgezet, maakt hij alles fijn in orde, keurig, keurig, keurig net. En het zweet van paarden op zijn bovenlip. Maar dat is natuurlijk helemaal niet hip. Nee, dat is natuurlijk helemaal niet hip. Dus toen ik hier gisteravond aan het werk was met zo'n smoel, dacht ik plotseling, dit is au fond precies wat ik bedoel. Ik ben gek wanneer ik hier nog langer zwoeg. En ik zat 5 minuten later in de kroeg. En daar bleef hij zitten tot vanmorgen vroeg. Ach, een hippe vogel huppelt en een hippe vogel hit. In zijn mond het weer een kleedje, 1, 2, hupsakeetje. De brave burgerij die is fatsoenlijk en stip, maar... Een hippe vogel huppelt en een hippe vogel hit. Kijk, in het algemeen had geen behoorlijk mens het in zijn hoofd om de een te gaan beloven wat die de ander heeft beloofd. Dat is lelijk en karakterloos en laag. Maar waarom, dat is toch eigenlijk de vraag. Ja, waarom, dat is toch eigenlijk de vraag. Want wanneer je aan een vogel een belofte hebt gedaan, is die vogel sinds tevreden en gelukkig en voldaan. Maar beloof je toch aan 20 stuks erbij, nou dan maak je 21 vogels blij. Ja, dan maak je 21 vogels blij. Ach, een hippe vogel huppelt en een hippe vogel hit. In zijn bonte veren kleedje, 1, 2, hupsakeetje. De brave burgerij die is fatsoenlijk en stip. Maar een hippe vogel huppelt en een hippe vogel hit. Kom nog eventjes een drankje voor de opening wordt verricht door mijn lieve vriendje Simon met een LSD-gedicht. Dat heeft altijd weer allure en niveau. Hij zal dadelijk wel komen, denk ik zo. En dan krijgen we een lekker rocky show. Maar nu schiet me iets te binnen wat een beetje aan me knaagt. Ik geloof dat ik verdomd ook Ramse Shaffi heb gevraagd. Maar dat is toch een geweldig goed idee. Want dan komen ze misschien wel alle twee. Of misschien komen ze ook wel geen van twee. Ach, een hippe vogel huppelt. Yeah! Yeah! Oh. En een hippe vogel hit. In zijn bonte